Ja, welkom terug. Dank je. How are you? Goed. Fijn. En jij? Prima. Jij? Mooi. Jou? Jij? Maakt niet uit. Menno, wat gaan we vandaag doen? Irriteren, want het is druk. Vandaag gaan we een video maken die op het live is geschreven van Menno. Op het live geschreven. Oh, ja? Dit is echt jouw ding. Dit is echt het ding van mijn grote vriend. Vandaag gaan we een rondje lopen door het park en gaan we de grootste pretpark irritaties aan jullie laten zien. En aangezien wij iemand hebben die ja, gewoon uitermate geschikt is voor deze... Ja, vandaag wel. Dit wordt echt jouw ongeluksdag. Of niet. Doe dan op zijn minst even nog vrolijk de orkest aankondigen. En zeg je even leuk dat jullie kijken. Leuk dat jullie weer kijken. Nou, heel gemeen. Dit wordt een hele gemeene video. Ja, nogmaals welkom terug allemaal. Menno, ik heb het vorige keer ook al gezegd tegen de mensen thuis. We zijn bezig met z'n allen aan een geweldige road to de 20.000 abonnees. Ja. Dus heb je het nog niet gedaan, abonneer je. Het belletje ook heel belangrijk, want dan mis je niks van alle avonturen die ik samen met Menno hier doe. Zeker niet. Zoals vandaag zie je Menno 20 minuten lang lekker geïrriteerd zijn. Is best leuk, kan ik je vertellen, toch? Succes. Mm-hmm. En dan gaan we samen met 20.000 abonnees om daarvoor te strijden. Aankomende vrijdag gaan we daar nog iets aan toevoegen. Okay. Een verrassingsevenement. Spannend. Maar daarover vrijdag meer. Menno, irritatie nummer 1, komt ie! Smulpap dicht. Ja, dat was niet een geplande irritatie. Het is wel vervelend. Ja, het is een van de best betere tenten, vind ik, voor friet en snacks. Ja, de friettent is dicht. Ja, wat moet je ermee? Ja, niks. Maar nummer 1 is wel in bereiding. Ja, maar we kwamen hier ergens voor en daar kom ik daar op terug. De irritatie waar ik naartoe wilde is dus het volgende. Stel nou, dit luikje is open. Hier staat een mensje op kassatje en je moet dingetjes zeggen wat je wilt eten en drinken. En hier zo hangt het menu. Daar hangt een menu en hier staat een hele lange rij. Menno, wat doe jij dan als je in een rij staat? Nou, ik ga dan bedenken, wat wil ik? Jij gaat hier het menutje lezen. Ja. Maar wat doen mensen? Die lopen door, jalalala, kletsen, jalalala. En die gaan dan hier, op het punt dat ze moeten bestellen, dat bedenken is, wat ze willen. Dat is vrij vervelend. Nou, dat is niet vrij vervelend, dat is verschrikkelijk. Ja. Want dan denk je, schiet op, ik wil me eten, ik heb honger. Ja, nou, over honger gesproken. Ik heb honger en toevallig is er sinds deze week een nieuwe snack te vinden hier bij de Smulpaap. Nou, vertel wel. De automaten zijn toevallig wel open. Kipnuggets. Oh ja, hebben ze kipnuggets? Ja. Heb je wel geleerd? Moet jij maar eens opletten, daar gaan we. Ja, dit zijn ze dus, die gloednieuwe kipnuggets. Hier zitten allemaal, wat zijn dat voor puntjes? Ik denk dat zijn de kruimeltjes van de kroket, denk ik. Nou, prima. We gaan er even bestellen. Maar er zijn ook best wel veel, Menno. En hoeveel zijn het er? 6? Nee, 7. Moet wel, hè? Sprookjesgetal. Ja, dat is lekker. Gelukkig. Ja. Niet te droog. Hoi. Mooi. Wil je ook? Hij is wel warm. Hij is wel zout. Zout kipnuggets. Gaat goed? Lekker? Maar ik zie aan je hoofd dat er iets is. Ik zie het. Ik zie de irritatie naar boven komen. Het vuur staat in je ogen. Lichtelijk. Zeg het me. Krijsende kinderen. Jij bedoel je? Nee. Wat dan? Andere kinderen die je op de achtergrond hoort. Vervelend? Ja, nogal. Oh. En kinderen die gewoon in één keer midden van de weg stoppen. Verder hou ik wel van kinderen hoor, als ze goed zijn opgevoed. Je bent zelf een goed kind, kijk. Moet jij nou dus zeggen. Ja. Waar gaan we heen? Symbolica? Kinderwagens, dat is leuk! Vind je? Nou, tot zo! Aangekomen op het drukste Eftelingplein hier in het park Hartenhof. Welkom. Welkom. Menno, vertel eerst eens, wat is er mooi aan Hartenhof? Symbolica. Volle keuken. Wat is er verschrikkelijk aan Hartenhof? De kinderwagens die voor de attractie staan. Ja. Mensen die brutaal zijn. Klopt. Jij zoekt naar iets specifieks. Ik zoek naar iets specifieks. Mensen die de wachtruimte kladderen. Dat ja. Dat snap ik nooit zo goed. Nee, ik ook niet. Waarom ga je andermans dingen dan ga je kladderen? Met zo'n stiftje, ga je dat kladderen. Ik snap nooit zo goed waarom dat leuk is, waarom dat je doet. Normaal gesproken hebben die kinderen nooit de pen bij. Komen ze in Efteling en nemen ze mes en pen mee. Je moet gewoon eens je telefoonnummers gaan opbellen. Ik zou zeggen, succes. Ja, niet vandaag, doen we dat dan ook een keertje. Jij gaat ons eigenlijk even leuks laten zien in Symbolica. Komt helemaal goed, maar eerst gaan we kijken naar de kinderwagens. En dan denk je, Bart, hou er alsjeblieft mee op.
Maar dat is echt de allergrootste ellende hier in het park. Let op. Kijk, in principe heeft de Efteling iets heel goeds bedacht. Die hebben gezegd, hey, al die kinderwagens op de paden, langs de weg, midden op de straat. Niet handig. Nee, gaan we niet doen. We maken er een leuke mooie plek voor. Ja, een hele mooie Bucky parkeerplaats. Kost geen intree, geen €12,50. Je kunt zo dat is lekker. Hey, en kijk nou eens hier. Ruimte zat om alles neer te zetten. We hebben hier prachtige kinderwagens. Ik vind die rooie wel erg mooi. Ja, is het leuk voor later voor jou. Jazeker, bedankt. Maar, Menno. Nou, maar geteld 5 in. Nou komt de grote lifehack. Vertel. Nou draai je om bij de, voor de ingang. En er staan nog veel meer. Zullen we gaan tellen? Dat is goed. Inclusief scootmobiels. Want scootmobiels vind ik ook bij de parkeerplaats. Hoor. Daar komt ie. 1, 2. ...34 tot aan de poort. Nou, tel jij maar even verder. In ieder geval, dit is een ellende. Al die kinderwagens, het staat in de weg. Het is verschrikkelijk. Terwijl er gewoon een hele grote parkeerplaats hiervoor is. Hoeveel zijn het er? 48. 48, wat een ellende. Altijd ellende. Die kunnen heel veel gewoon daar netjes in staan. Nou, allemaal. Ja, nou, zoveel mogelijk. Afijn, maakt niet uit. We gaan ze moeilijk in. Eén uur wachten. Succes ermee. Tot zo. Tot zo. Jij gaat mij iets vertellen. Of jij gaat ons iets vertellen. Ja. Vertel. Vroeger. Bij de opening van Symbolica hingen de vaandels met de toeren op een andere manier. Ja, je moet even goed zeggen, je kan in Symbolica kun je kiezen welke toer je doet. Schattentoer, muziektoer, heldentoer. Ja. En als je deze trap af bent, voorbij het traphuis, dan moet je kiezen welke toer je doet. Ja. Splitsen wat ga je in drie. En dan? Dan hangt er boven elke rij ook een mooie vaandel met welke toer je hebt. Zoals dit. Maar vroeger, in het begin, hebben ze ooit net waarschijnlijk iets fout gedaan, waardoor het net niet helemaal goed klopt. Ja, de muziektoer die hoort eigenlijk in het midden, zoals je zag, ziet. Ja. Maar die hebben ze nou naar links en rechts gedaan. Ja, die moet je eens even getest. Ja. Ja, je ziet dat vooral waar het woord in staat, die, ja, die rol, ja. Ja, je ziet dat die uiteinden eigenlijk ja, aan de zijkant horen. Maar de muziektoer staat mooi recht en dan schattentoer en heldentoer die staan mooi schuin. Dus ja. Mooi. Ja, maar het is niet toegestaan om te eten. Oh, prima. Maar in een stationsgebouw hangen die vaandels nog een keer. Ja. En dat gaan we nu laten zien. Ja. Oh, hé, hey, er staan meer mensen. Misschien moeten we ze karretjes helemaal vol duwen. Oh, dit was een irritatie die je uitspreekt zonder de camera. Ja, je gaat zo'n ding eens onthullen. Je gaat het vertellen, toch? Je moet je hart even luchten bij de mensen thuis. Over dat ze niet doorwerken? Ja, je bent aan het irriteren. Ik zie het daar. Ja. Je hebt het zwaar. Nogal. Ja. Kijk, hier zie je, die muziektoer die moet eigenlijk in het midden, omdat die geen, die heeft twee van die uiteinden, maar die heeft zo'n krul, zie je dat, dus die zou eigenlijk hier zo op die plek moeten zijn, dat is ook bij schattendoer. Dus eigenlijk zou hij in het midden moeten zijn, dat is een foutje die ze hebben gemaakt bij het maken van deze doeken. Symbolica, ja. Menno, wat leuk. Ja, leuke rij. Ik heb het geprobeerd om de vaandels te filmen. Ik hoop dat mensen het hebben gezien. Wij zijn al een beetje op zoek geweest vandaag en al eerder dan vandaag, dus de afgelopen tijd, naar de wachtrijen. Die ondergeklederd zijn. Die in ondergeklederd zijn. Vroeger was eigenlijk standaard iedere wachtrij was iedere zomer bende, was zooi. Het valt mij op dat het tegenwoordig minder is. Ja, veel minder. Veel minder, bijna nergens. Dus of. De baron heeft er nog wel een beetje, maar dat zit echt op het gebouw. Maar er is één rij. Eén attractie waar die helemaal onder zit, nog steeds. Piranha? Nee, 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 dat is dus het ding. Dat was eerst, want dat is ook wel minder geworden. Ik kan wel zeggen. Joris en de Draak. En binnenkort gaan we weer een keer met z'n drieën, nemen we Damian even mee. Ja. En dan gaan we gewoon al die telefoonnummers, want allemaal mensen doen dat telefoonnummers natuurlijk noteren. Laten we Damian dan gewoon even die mensen bellen. Dus met zo'n accentje, dat is hartstikke leuk. Dat kan hij veel beter dan. En ik heb trouwens nog volgende week iets anders leuks bedacht. Wat jullie als quiz met elkaar kunnen doen, als challenge. Jullie tegen elkaar, oh, in het Efteling Museum. Afijn, Menno, bam. Is de allergrootste pretpark irritatie die er maar bestaat? Wat zou wij zo net hebben meegemaakt? Komt die 3, 2, 1. Mensen die voortdringen. Verschrikkelijk. We hadden een meneer, die stond achter ons, was een beetje zenuwachtig aan het doen. En ja, was echt verschrikkelijk. Ja. Was echt verschrikkelijk. Hij heeft uiteindelijk volgedrongen.
omdat we daar niet aan het opletten waren. Wij dachten, we kunnen er iets van gaan zeggen, we kunnen filmen, maar we bleven rustig, we bleven netjes, we bleven aardig. Maar mensen die voordringen, die... Wat gunnen we mensen die voordringen? Die gunnen wij een rondje in wat is de allerergste attractie in Efteling? Carnaval? Ja, die gunnen wij 24 uur achter elkaar carnavalfestival. Zonder uitstappen. Toch? Ja. Menno is iets opgevallen. Ja. Menno, vertel. Nou, ik zag dat deze, de paddenstoelenparcours hierachter, dat ze dat als beeldje hebben uitgebracht. Oké. Maar waarom? Doe even knippen. Ja, dat vind ik ook apart. Dat is dit hier, die paddenstoelen. Heel vroeger kon je er nog doorheen lopen. Ja, heel vroeger toen ik klein was. Dat is onderhand al vroeger. Maar die hebben ze dus nu als beeldje uitgebracht. Waarom? Is het dat vind ik raar. Ja, is het de voorbode van, hé, dit gaan we slopen en we hebben nog een herinnering of we gaan het opknappen. Maar ik snap ook niet waarom ze dit nog niet hebben opgeknapt, want het is niet dat dit pas 2 maanden dicht is. Nee, dit is al sinds 2000. Ja, had je 5 denk ik? Zoiets. Moet je zien hoe dit eruit ziet en dit ook. Dat kan gewoon niet, maar knap het op. Ja. Of breng geen beeldje uit. Had hij goed een beeldje van jou kunnen uitbrengen. Laten we dat maar niet doen. Daar, maar zit, daar zit niemand op. Dan hadden ze die puist op je mond ook even mee moeten nemen. Sst. Je had trouwens een trui aangetrokken, hè? Toepasselijk truitje vandaag. Ja, voor jou op dit moment. Ja, die. En dan heb je nog eens. Dat is. Les, wat betekent les? Gewoon minder. Oh, dus jij vindt jezelf al. Nee. Hoger dan de rest? Nee. Oké, prima. Stel je eens voor: je loopt door het Sprookjesbos met je vriend, vriendin, familie, oom, tante, weet ik het met wie. En je komt ineens een bankje tegen. En je denkt: ik ga eens even lakken zitten op de bank. Maar op dat moment zie je daarachter, een paar meter verder. Zie je een vader of moeder een kind verschonen. Wetende dat als je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 stappen verder zet, gewoon bij een toilet hebt. Dat is zo frustrerend. Wat? Je nog eens een keer? Frustrerend. Denk jij dat als we nu op zoek gaan, tot we een parel kunnen vinden? Nee. Als je naar op zoek gaat, dan vind je dat soort dingen nooit. Maar je komt ze regelmatig tegen? Helaas wel. En dan denk ik van, mens, 200 meter verder zit een wc. 200 meter? 100 meter zelfs. 10 meter? Ja. Hier bij Kleine Boodschap zijn ze volgens Menno een feest aan het houden. Of bij Kleine Boodschap, bij Ezeltje Strekje. Ik wou net zeggen, het is een ezel, maar maakt niet uit. Vertel. Nou, zoals je ziet. Een tent. Ja. En dan? En meer kan ik niet zien. Oké, prima. Ik ga trouwens binnenkort ook een goed feest houden. Maar dat heeft weer te maken met die 20 uit abonnees. Dus abonneer je, druk op het belletje. Spannend. Maar vrijdag daarover meer. Pam, pam, pam. Dat dacht ik ook. Wat gaan we doen? Gravelijn. Dat is goed. Gravelijn. Goeie opmerking van Benno, nog een irritatiepunt. Als je een broodje koopt bij de Efteling, dan krijg je dat. Dat was Schout van de week ook buiten gebraad met een broodjebal. Dan krijg je hem zo dat hij mooi gepresenteerd ligt. Maar hoe moet je dit nou weer eten, Benno? Vertel. Nou, je gaat hem gewoon zelf opnieuw beleggen. Ja, dus je moet nu dus met je handen. Eigenlijk dit. Ja, of met je voeten. Ja, nou ja, misschien niet met je voeten, maar. Moet je dus dit zo opnieuw doen. Zo. Zo. En dan kun je dus zo dit. Jam. Maar hoe smaakt die? Mooi. Niet te enthousiast, Bart? Ja. Nou, beter als de vorige keer. Maar ja. Ja, gewoon prima. Heb ik liever zo'n broodje bal. Buiten gebraad. Nee, een irritatiepuntje toch? Ja. Zullen we nu echt naar Ravelijn gaan? Ik heb trouwens nog een aardbeienshake. Als jij even door eet en doordrinkt, dan gaan we zo snel mogelijk die kant op. Oké, Menno, jij bent ook irritant. Dat klopt. Daarom ben ik ook in jouw video. Haha. Je bent nog wel vergeten cijfer te geven. 6. Nee, daar doen we het al voor. Menno! Bart. Ik ga ons dadelijk loslaten in en voor mij persoonlijk de grootste irritatie in de Efteling. Drukte. En langzame mensen. Langzame mensen die hier dadelijk op deze plek gaan lopen. Duizenden mensen gaan lopen. Langzaam, niet doorlopen, niet weten wat ze willen. Verschrikkelijk. Stilstaan, het is hier nu nog rustig, maar dadelijk dan gaat er verandering komen. Ja. Maar even over Ravelijn gesproken. Er is hier laatst iets gebeurd wat niet leuk is. Nee. Vertel. Helaas is er iemand overleden hier bij Ravelijn.
Er is een iemand die bij de show werkte, die dus de paardjes verzorgde, ja. Of een vrouw, ik weet niet precies wat ze deed. Die heeft op het werk volgens mij ook, ja. Iets aan het hart gehad en die is helaas eraan overleden. Ja. Gecondoleerd, sterkte gewenst. Afgelopen zondag, dus niet afgelopen zondag, maar die zondag ervoor, draaide de show Ravelijn niet uit. Ja, steunbetuiging. Spijt. Maar we gaan weer, ondanks het zo grote brug is, terug naar de irritatie. Knip in je vingers en dan dadelijk ineens ben je helemaal over de rooien. Komt-ie, 3, 2, 1... Durf je maar nu? Wat durf ik aan? Dunne menigte. Ja, dat moet wel, hè? Het is wel druk, hè? Ja, dat is een nadeel aan Ravelijn. Als die afgelopen is, dat dan zo'n drukte overal is. Ja, we kunnen ook daar even heen. Daar is wel rustiger. Alhoewel. Er is één ding wat ik heb met Ravelijn. En daar kan ik niks aan doen. En ik zie men al heel boos kijken. Ik kijk niet boos. Waarschijnlijk ga ik nu de grootste irritatie van Menno van de dag aantikken. Ik bewaar hem even als we eruit zijn, goed? Nee, vertel maar. Nee, want je weet wel wat ik ga zeggen. En dan weet ik serieus. We gaan eruit, kap, ga op. En dan ga ik je het vertellen. Maar ik denk dat Menno een beetje boos gaat worden. Nou, ik heb gewoon een andere mening dan jou. Heb je al eens een keer, Menno, een keertje gehuild in de Efteling? Ja, met spookslot. Nee, jawel. Buiten, ja, nou liefst hoe je doet. Jawel, in spookslot. Heb je zelf tegen mij gezegd? Ook, op camera. Ook om een andere reden. Kijk, ik vind Ravelijn gewoon uit. Ik vind het geen leuke show. Ik dat vind kan. Het niks. Ik vind het ouderwets. Het is hier al zo lang. Ik zal me niet. Jij bent er ook al zo lang. Nee, maar wacht even. Waarom maakt het. Even een paar. Je bent het me eens dat de Ravelijn heel populair is, toch? Redelijk, ja. Ja, nou. Je bent me eens dat de buurman van Ravelijn een hele mooie attractie is. Voor die op dit moment is, ja. Maar je bent ook met me eens dat mensen die uit het buitenland komen de buurman niet goed kunnen begrijpen. Dat klopt, en daarom gaan ze waarschijnlijk internationaal maken. Ik denk dus dat het veel gaver is om een themagebied te maken hier van Ravelijn. Dat je dus een beetje wat ze met de wereld van Simbad doen, dat ze dus Droomvlucht afsluiten van het themagebied. Nee. En dan heb je dus Ravelijn, de stad, het restaurant, het wapen van Ravelijn. En ik heb erover nagedacht. Je gaat de Villa Volta omtoveren tot het wapenhuis van Ravelijn. En als je daar dan komt, dan ga je op ridderstraining. En dan kom je dus in de hoofdshow. Dat is dus het wapenhuis van Ravelijn. En dan ga je er omheen nog allemaal leuke dingetjes omheen doen. Maar waarom maken ze hier geen gebied van? Ik snap dat niet. Ik snap wel waarom ze jou geen ontwerpen maken. Gaaf station, treinstation, is het Ravelijn station. Hartstikke leuk. Ravelijn zijn er geen treinen. Ja, dan maken ze maar een treinstation van voor de handelswaar. Hier, tonnetje, kunnen ze er ook op zetten. En dan doe je eigenlijk Droomvlucht afsluiten zoals het ook bij Carnival Festival en in Wereld van Simbad doen. Gewoon echt niet een top dus. Idee. Nee. Nou, een hartstikke goed idee. Jij vindt het een goed idee, ik vind het geen goed idee. Toevallig zijn er een aantal mensen die naar ons hoofdjes kijken. Laat het even weten wat je voor een goed idee vindt. Nee. Wel, het is een goed idee. Jij vindt het een goed idee. Nee. Maar het is wel een goed idee. Nee, het is geen jawel, goed idee. Het is een heel goed idee. Nee. Want dit is uit. Dit is klaar. Dit is saai. Ravelijn is dat saai. Vind jij. Nee, dat is niet. Ravelijn is gewoon de helft van de mensen op de telefoon. Behalve bij twee momenten dat die Halina weggaat en dat die Olaf in het water komt. Voor de rest hier op de telefoon. Ja, en bij Draconicon. Maar laten we daar maar even over Draconicon. Nee. Waarom? Ik vind het ook saai. Nou, opgelost. Ik heb gelijk. Doei. Dit is wel irritant, hè? Nee! Oh, Menno wordt al woest. Wat een ontzettend grote drukte is hier altijd als die Ravelijn voorbij is. Verschrikkelijk. Ik ga even niet in Droomvlucht als je niet heel erg vindt. Nee, nog erger, Droomvlucht. Die zouden ze eigenlijk gewoon moeten sluiten als Ravelijn klaar. Nou ja, dat is ook. Woon je trouwens boze Unox? Ook leuk. Nee, dank je. Dan heb je een wachtrij van minimaal 3 kwartier. 3 kwartier. Ja? 55. 60? Ja, oké, we gaan stop met klagen. We gingen het wel over irritatie hebben. We gingen niet klagen vandaag. Je zou hier een leuke droptorretje kunnen neerzetten van Ravelijn. En hier kun je ook een leuk attractietje neerzetten. Hier zo, een hartstikke mooi veld. Je kunt hier echt iets leuks doen. Menno, eerlijk, ik had vorige week, in 2 weken terug, had ik een video van de attracties met de minste wachttijd of geen wachttijd. De Efteling mist echt van die infill attracties. Dus van die tussenattractietjes. Mm-hmm. Toch? Hier kun je er al, dat is wel heel klein, maar hier kun je er makkelijk 1 of 2 neerzetten. Kan, maar het hoeft niet. Echt, ik zie het hier al, Ravelijnland. Of Ravenrijk. Ravelijn is op zich, Ravelijnrijk. Gewoon Ravelijn, zo fucking denk er nog maar eens een keer over na, Bart. Nee, het is al gekocht.
gaat er gebeuren. Oh nee. Primeurtje, primeurtje. Oh nee. Nee? Nee. Oh, nou, laat maar gaan. We gaan nu verder. Pardoes is druk vandaag, Menno. Ja. Pardoes is die populair. Hoi. Druk, hier. Hm? Kunnen we jou niet eens wat als vervangen? Nee, laten we dat maar niet doen. Oké. Ja, dit waren dus een aantal pretpark-irritaties vandaag. Ik vond het eigenlijk wel gezellig, Menno, vandaag. Ja. Ik vond het wel leuk. Zullen we binnenkort weer een keertje gaan? Dat is goed. Dan nemen we Damiano mee. Deal. Vergeet niet te abonneren. Belangrijk. En te liken. En belletje. En, belletje. En laat ook vooral even weten. Moet dat Ravelijn themagebied er wel komen? Moet er wel komen. En wat is jouw grootste pretpark irritatie? Ik zou spontaan zeggen als je Menno tegenkomt. Meen ik eigenlijk wel. Wat is jouw grootste pretpark irritatie? Jou. Met de camera door het park lopen. Oké, nee, prima. Hoor. Bedankt voor het kijken. Abonneer je. En we zien elkaar weer. Aankomende vrijdag terug in de Efteling. Doei doei!